Je hebt daar dus links is je koppeling. Als je die nu intrapt, je kunt eerst de auto al starten. Dus je start, je zet hem eventjes over. Helemaal niet gelijk helemaal doordraaien, maar tot dat lampje daar brandt. Ja, en nou kan je even een beetje je voet op het gaspedaal. Een heel klein beetje gas en starten. Ja, ja, dat was een beetje veel gas. En nou zet je de koppeling in. Linkervoet. Ja, en dan zet je deze in de eerste versnelling. Ja, dit is de eerste versnelling en dan heb je handrem, dan druk je die in en dan een stukje omhoog en dan naar beneden. Zo. Indrukken, omhoog. Hoe ver? Omhoog trekken en dan naar beneden, helemaal naar beneden. Ja. En dan kan je heel rustig je koppeling op laten komen, hoef je nog geen gas te geven. Zo, en dan ga je wel sturen. Op het pad blijven. Ja? Nou, dat lukt ook. Nou, ga je eerst even een beetje wennen. Nou, dan kan je heel klein beetje extra gas geven. En dan trap je straks je koppeling in en dan ga je naar z'n twee. Een beetje extra gas. En dan koppeling in. Gas los. En dan naar z'n twee. Koppeling op laten komen. Koppeling op laten komen. En dan weer een heel klein beetje gas. Dan ga je weer verder. Zo. Nu zit je in de tweede versnelling. Is die beneden? Ja. Oh ja, dat was een zigzagding, zei je. Ja. Oké, okay, nou moet je eventjes rustig remmen een beetje. Koppeling in. Koppeling in. Koppeling in, koppeling in, koppeling in, koppeling in. Ik deed een koppeling. Nee, die deed je niet in. Jawel. Zet je hem in z'n 1. Okay. En dan ga je koppeling inhouden, helemaal intrappen. Diep intrappen. Ja, en dan starten. Starten. Zo, en dan rij je er aan de linkerkant rustig in z'n 1 door. Daar? Ja. Ah. Oké. Okay. Want daar zakken we naar beneden. Nou, kom weer in. En dan even een heel klein beetje gas. Heel klein beetje gas. Zo. Oh, dat was weer een beetje veel gas. En dan ga je daar er doorheen. Ja. Rustig je koppeling op laten komen. Laat me gewoon rollen. Hij gaat vanzelf rollen. Ja. En nou laat je hem los. Goed zo. En dan even je koppeling nu helemaal in. En dan eventjes remmen, want ik denk dat er wat onder de auto zit. En dan mag je deze zo vrij zetten. En wat is dat? Is dat gewoon een achter? Waar is vrij? Is dat gewoon halverwege? Ah, dat is mooi. Oké, okay, dat is heel handig om te weten dat hij vrij kan staan. Doet hij nou niks, dat is echt heel handig. Houd je de koppeling in zo'n situatie de hele tijd in? Ja, dat konden we best meeslepen. Dat is echt nul probleem, het is een beetje bamboe. Daar moet zo'n auto echt niet slechter van. Zo, ik denk het in is een spannend. Dat is moeilijk voor papa, maar. Nou kan je weer in z'n 1 zetten, hè? Gewoon het welkom. Dat is 2, dat is 1. Ja, oké. Okay. Heel klein beetje gas. Ja, en dan op laten komen. En de handrem moest eraf zo gaan. Niet te veel gas. Is die een grote steen langs de weg? Nee, dat is wel niet. Dit is toch moeilijk te zien. Een beetje dieper. Dan zitten we in de af. Een beetje meer naar jouw kant. Op dat spoortje, tussen die twee stenen. Waar, ik moet die daar nou op afgaat. Ja, een beetje eroverheen. Dat geeft niet. Wat heb je nou zo voor? Je gaat. Je
gaat straks over een bruggetje heen. Oh, zie je dat? Dus je moet precies op het spoor blijven. Zie je het? Precies op het spoor. Dan een beetje diepend op. En dan een beetje zo. Zo. Ja. En goed zo. Nou, precies. Ongeveer. Ja. Wacht. Nou. Dan mag ik rustig door blijven rijden. Klimt hij vanzelf omhoog. En probeer even niet over die takken te rijden, want die lopen vast onder de auto. Welke takken? Nee, ik blijf gewoon op het spoor rijden. Kan je naar z'n twee? Dan moet ik eerst de koppeling zeker helemaal indrukken. Zal ik de koppeling op laten komen? Even gas, een beetje gas. Ja, goed zo. Het is twee sneller. Ja, veel sneller. Dus dan moet je daarom denken, want daar ga je door diepe kuilen heen. Zie je het? Liggen. Oh. Eventjes afremmen nou hoor. Ja, rem. Zet hem maar helemaal even stil. Koppeling in. Koppeling in. Koppeling in. Koppeling in. Eerst koppeling, dan. Oh, ja, nee. Je zegt eerst remmen en dan zegt de koppeling. Nee, je werkt goed. Oké, staat nou eens 1. Niet te lang. Ja, zo. Ga je aan die kant, ga je er langs, aan de linkerkant. Bij het hout, oké. Nee, niet bij het hout. Zeker niet bij het hout. Ik vond het vreemd. Niet te hard. Die kant op, meer naar links. Goed zo. Heel rustig. En hier ook kan je gewoon het spoor blijven volgen, maar wel heel rustig. Ik vind het hier een stuk slechter dan daarnet. En dan gaan we daar over een gewone brug, dan hoef je niet al te zenuwachtig te worden. Oh, was ik bij vorige ook niet. Nee. Ik ga niet zomaar dood. Nee, maar je loopt wel snel vast met de auto, dat is het punt hier een beetje. Ik moet ook wel weer uit op gegeven. Heel rustig laat je maar overheen rollen. Heel rustig. Heel goed. Nou, dan mag je een heel klein beetje gas bijgeven, zodat je goed omhoog komt. Gas een beetje. Zo ja. En dan mag je voorbij die bocht, mag je strakjes stoppen. Ik weet niet hoe de weg hier valt op mee. Oké, je kunt hier op door. Blijf een beetje aan de linkerkant, zie je het? Ja, ja. Normaal is het enorm drassig. Niet te hard hoor hier, want anders maak je klappers met die auto. Mij, hè? U doet het voor je benen, voor het sport. Ik doe het voor even meer naar links. Ik vind het dan mooi. Nee, ik denk meer om mijn auto. Ja, ik hoef het niet te betalen. Dus. Ah, dat is ook weer waar. Oké, nou dan zie je straks, dan ga je steil naar beneden. Dan kan je eigenlijk je gas al een beetje loslaten. Dus laat hem nu maar kruipen. Ja, laat hem maar kruipen. Je hoeft niet te remmen. Zolang je maar goed op het spoor blijft en stevig je hand. Ik weet niet hoe het moeilijker te zien is. Hè? Ja, moeilijk te zien. Ja, dat is ook moeilijk te zien. Maar nu weer een beetje vast. Nou, daar ga je er rechts langs, hè? Zie je wel, hè? Ja, dat snap je denk ik ook wel. Niet te veel rechts. Een beetje langs dat voetspoor. Ja. En dan als je hier voorbij bent, ga je gelijk naar links. Zie je het? Ja. Door dit spoor heen, door het vrachtwagenspoor. Naar links. Helemaal naar links houden nu, want daar zit daar een diep gat. Helemaal links houden. Heel goed. Ik dacht vrij diep dat gat. Ja. Nou hou je het spoor aan, blijf rustig doorrollen, anders even rollen, even gas geven, want anders blijven we vastzitten in de modder. Oh, hij blijft gas geven. Goed zo. Is dat een bruggetje?
Ja. Nou. Nu moet je weer een beetje gas geven, want we gaan omhoog. Gas geven. Even wat meer. Even je handen goed doen. Je handen goed doen. Goed zo. Gas geven is er. Goed zo. Goed zo. Keurig. Heel goed. Het is te veel gas. Het is te veel. Waarom? Nee, het is niet zo goed. Niet? Nee, want dan ga je. Je gaat over de 3000 en het is niet nodig. Niet te veel is er. En daar moet je weer rustig. Zie je het? Want dan gaan we weer over een bruggetje heen. Ja. Wat rustig. Ik zie alleen. Oh, daar is het. Gewoon op het spoor blijven. Gas blijven geven, maar niet te gek veel. Ik zet hem even in 4x4. Gas geven. Nu zit ik nou 4x4 aan het. Gas geven, iets meer. Goed zo. Voel je hem glijden? Hou maar. Nou mag je je koppeling intrappen. En je in zijn vrije remmen. Goed zo. Op zijn handrem. Goed aantrekken. Heel goed. Nou, dat is mooi. Nou, hebben we dat ook.